Nou, mensen, Theoretisch Game hier en vandaag ben ik weer terug met een nieuwe Fortnite video. En ik heb al een hele tijd niet meer geüpload, terwijl jullie wel nog video's wilden zien. Jongens, I'm so sorry, ik zou ook nog altijd Red Dead Redemption 2 uploaden. Mijn volgende video, ik weet nog niet wanneer die komt, maar die gaat over Red Dead Redemption 2. Dat beloof ik jullie en in die video zal ik ook even uitleggen hoe het nu precies zit met mijn kanaal. Maar dus gewoon een beetje, ja, een videootje tussendoor, zodat we gewoon even lekker Fortnite kunnen gaan spelen. En zodat jullie gewoon weer van deze video kunnen gaan genieten. Ik ben vandaag samen met Lucas. Yo, Lucas. Goedendag. Hoe is het met jou? Goed. Even kijken, in mijn vorige video had ik deze trui ook aan, maar als het een trui is, ik ben dom. Maar, geen zorgen, ik heb hem nog wel verschoond hoor. Geen zo. Ik heb nog wel verschoond terwijl ik, zeg maar, al die dagen, al die maanden niet op YouTube ben geweest. Dat is eigenlijk best wel erg. Maar goed, dames en heren, Lucas en ik gaan vandaag duo potjes doen. En we gaan gewoon alles geven wat we hebben, toch? Ja, denk het wel. Oké, let's go dan. We zien jullie zo. Waar gaan we heen? Oké, dames en heren, daar zitten we dan in de battlebus. En Lucas vroeg net al, waar gaan we heen? Nou, waar gaan we heen? Gaan we naar Pleasant? Ja, ik vind het goed. Ja. Oké, let's go to Pleasant. Ik heb mijn microfoon iets dichterbij gezet. Ja, jullie zien hem niet op de facecam. Maar dat maakt niet uit. Ik hoop in ieder geval dat het geen problemen oplevert. En voor de rest loopt de opname gewoon goed. Dus, komt helemaal goed. Let's go. Heb ik al een video gemaakt in de geüpdate Fortnite? Volgens mij wel. Ik niet. De geüpdate Fortnite, zou dat een correcte zin zijn? Weet ik niet. Dat moet je zelf weten. Ik hoop in ieder geval van wel. Hoezo moet ik dat zelf weten? Ik heb de Nederlandse taal niet uitgevonden. Jij moet zelf weten of jij vindt dat het een correcte zin is. Ja, maar dat is maar mijn mening. Ja. Dat is maar een mening, weet je wel. Mijn mening is dat het correct is. Ja, dat is jouw mening. Maar wie zegt dat die mening overeenkomt met de realiteit en met de feiten? Ja, maar dat is iets anders. Ja, maar daar vroeg ik toch net naar. Ja. Jongens, ik ben weer een tijdje niet op YouTube geweest. Ja, dan moet je even van hem weg, want ik kan je denk ik niet helpen nu, aangezien ik helemaal niks maar heb. Ik heb hem doodgemaakt. Oh, dat vind ik heel vriendelijk. Cool. Dat vind ik heel vriendelijk van je. Echt heel vriendelijk. Ja, ik heb granaten. En ik heb garnalen, heel veel. Cool. Ik heb vanavond nog net geen garnalen gegeten, maar dat heb ik wel graag gedaan. Let's go. Ik heb serieus boerenkool met worst gegeten. Wat heb jij gegeten? En ik ben gesniped. Yo, help me even. Ik was aan het hout hakken. En toen werd ik gesniped door deze guy, let op. Ik ga me nou afmaken. oh shit. Maak hem af, Lucas. Come on, you can do this. You can do this. Do it for me, bro. Ja, hij bouwt omhoog, maar met een heel laag trappetje. Oké, lekker man. Revive mij nu, snel. Dan kunnen we samen de rest van Pleasant kleren. Ik heb nog maar 44 HP en dat, ja... Gaat nu langzamerhand weg. Oké, let's go. 8, 7, 6, 5, 4. Ah, mijn facecam staat voor mijn loot. Sorry jongens, in mijn volgende Fortnite video zou ik het proberen anders te doen, oké? Maar voor deze video moet jullie het nog heel even waarderen. Goed. Oh nee, kak, daar ligt een shotgun. Die wil ik eigenlijk. Ik pik zijn loot. Want dat is mijn karma, omdat hij mij gekild heeft. Dus dat... Ik heb nu eigenlijk wel even een medkit nodig of zoiets. Yo, heeft hij hard gehit of valt het mee? Ja, maar ik kreeg... Nou, hij heeft mij eigenlijk gewoon niet gehit, want ik kreeg damage van een andere persoon. Een andere persoon? Ja. Ja, maar van waar schoot hij dan? Ook in Pleasant of wat verder weg? Met een sniper of zo? Nee, iemand die bij mij landde en die mij heeft gehakt. Oh, zo. Ja, die had gepickaxed, bedoel je. Ja. En toen pakte ik een wapen en toen heb ik hem doodgemaakt. Oké, dan hebben we in totaal... Dan heb jij in totaal eigenlijk 2 mensen gekleerd. Zijn er nog meer hier?
Ik moet even zoeken voor een medkit. Heb jij een medkit? Nee, helaas niet, want ik ben er zelf ook in aan het zoeken. Dus... Maar... Hier heb ik nog een AR voor jou. Weet je wat vervelend is? Als dat jij met mij aan het opnemen bent, ja, dat is zeer vervelend. Oh. Grapje, Lucas, grapje. Het is hartstikke leuk om met jou op te nemen. Ik heb wel een shield potion. Oh ja, die wil ik wel, want daarboven ligt nog een... Oh. Dat is chill, want ik ben hem al aan het innemen. Ja. Gelukkig, bro. Oh shit, ik word beschiet. Beschoten. Oeps, ik heb hem bijna gesnuit. Oh, hij heeft mij bijna. Lekker bezig. Heeft hij een... hij heeft een pump, maar die hoef ik niet. Hey, de laatste keer dat wij samen duo speelden, ja, dat hadden we niet opgenomen helaas. Zou eigenlijk best wel mooi zijn, want volgens mij hadden we toen een victory, of niet? Nee, dat was de ene laatste keer. Oh, de ene laatste keer, ja, dat kan ook. Ja, hier liggen bandages. Ja, maar ik zoek eigenlijk een medkit. Ja, maar hiermee kun je het in ieder geval nog wat healen. Nou ja, als jij ze niet pakt, pak ik ze. Zo ben ik dan ook wel weer, weet je wel. Ik heb er wel nog twee over voor jou. Dus mocht je ze nog willen, dan... Er zit iemand, wacht, ik ga hem snipen. Doe je best, bro. Ja, ik heb geen idee waar die zit, dus... Daar. Oké. Volgens mij... Ik zie hem nu niet meer. Hij is dat huis aan het looten. Niet schieten, nog niet schieten. We moeten er rustig heen gaan. We moeten dit tactisch aanpakken. Ja, ik zag ook al wat bewegen volgens mij. Dus... Ik ga hier achter deze boom zitten. Ga ik zo heel rustig naar hem toe. Ja, en ik ben hier heel opvallend aan het bouwen. Oh, dat net zit als wat je nou bij iemand achter? Nee, ik ben echt blind. Net zoals wat je doet met stoppertje als je naar de buurt gaat. Holy shit, daar wordt geschoten. Ja, daar. Ja, ik zie hem. Ja, hij mag mij niet snipen. Want ik heb een mooi hoofdje. Yo, ik heb ook een sniper. Waarom snipe ik hem niet? Ah, ik zie hem niet meer. Ik ben hem uit mijn oog verloren. Wel uit mijn sniper oog dan, hè. Kijk, mijn echte oog. Hij zit daar in dat huis. Oh mijn god, dan hier zit ook nog iemand. Oh gosh. Ja, weet je, af en toe kun je beter vluchten. Help! Ja, lekker. Oh mijn god, ik heb 2 HP. Ik moet echt iets van een bandage hebben. Ja, daar liggen 2 bandages. Ik heb ze gepinkt. Ja, nu is die ping weg natuurlijk. Wacht. Bouwen. Oh mijn god, er wordt van overal geschoten hier. Ja, laten we even weggaan. Gewoon niks aantrekken van die gasten, oké? Ja, maar daar ook nog, hier, daar. Daar loopt ook nog iemand. Ja, maar dat maakt niet uit. Als je nu gewoon loopt... Dan komt het goed. Dat is één. Nee, ik ben sniped. Ja, dan moet je zeker niet in gevecht gaan. Nee, maar ik heb hem gesniped en toen snipte iemand anders mij. Snel, kom helpen. Dude, ga naar onder. De storm komt. Ja, bro. Ja, neem mij mee. Kom mij mee. Ja, hoe moet ik jou carryen als ik gewoon constant beschoten word? Gewoon rennen. Zal ik doorgaan? Gewoon boeien? Ja, doorgaan. 2-1. Oh, ik heb wel iemand geëlimineerd. God. Wow. Dat was heel heftig. Zeer heftig. Hij gaat zichzelf opblazen, ik weet het zeker. Nee, heeft hij niet. Nou ja, maakt niet uit, dames en heren. We zien jullie weer als we in de battlebus zitten. Let's go. Let's go, Steamy. Oké, dames en heren, daar zitten we dan weer in de battlebus. Ik reageerde wat later, sorry. Goed, we tanken de busdriver en Lucas die wil blijkbaar naar Steamy, dus dan gaan we naar Steamy. Maar dan moeten we wel even goed onthouden, want de laatste keren dat ik bij Steamy ben geland, heb ik niet opgenomen, maar toen zei ik... Toen hebben we begonnen. Oh, kak. Ja, dat ook, maar toen ben je gesprongen. Ja, maar ga maar gewoon naar Steamy. Ik zit heel hoog en ik vlieg er wel heen. Yo, is goed. Ik zal kijken of ik nog een wapen voor je kan meenemen, oké? Ja, doe dat.
Let's go! Oké, dat was echt raar. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon door met de flow. Ja, op die toren kan ik niet landen. Het spijt me zeer. Maar dan krijg ik falling damage. Snap je? Dit. Zo noemen we dat. Damage. Je kunt dat omlaag vallen en dan krijg je geen falling damage. Ja, echt wel. Jij zegt dan dat ik geen falling damage krijg, Maas. Maar als jij zegt dat ik geen falling damage krijg, dan is de kans juist heel groot dat ik falling damage krijg. Moet ik het je laten zien? Ik ga erop landen en ik krijg geen falling damage. Ja, oké. Okay. Nu, dit keer heb ik een jetpack of een medkit, ja. Ik was even neem die mee. Ja, ik ben de healer, wist je nog? Als we een bandage kanon vinden, ook altijd. Die geven ze altijd aan mij, want ik ben de healer. Oké, wacht. Ik ben gewoon de medic, weet je, in Battlefield 5, als ik dat speel, ben ik ook altijd de medic. Ik vind letterlijk de medics, vind ik gewoon in Battlefield 5 fijne machine guns hebben. Ik heb ook geen idee waarom ik dat vind, maar ik vind dat gewoon. Zijn hier mensen bij mij? Dat vind ik ook niet zo gek. Oh, wat gebeurt hier? Ik krijg ineens een zwart icoontje. Van Steam ofzo. Yo bro, hier is iemand boven mij. En die is niet blij. Oh mijn god, er is ook iemand bij mij. Ja! Oh kak. Bro. Maar ik heb nog steeds geen wapen. I don't trust this. Dat kan ook niet. Ik heb bijna één iemand knocked. Het was niet verstandig om dat gevecht te beginnen. Woe! Ja, ik heb kogels. Nu kan ik dit winnen. Ik heb kogels. Bro, ik kan je nu niet helpen, want ik zit ook in de kogelnood. Oh mijn god, ik heb een bandage bezoeker. Goed gedaan. Dus die krijg jij dadelijk. Ja, die mag ik, ja. En ik heb een pump, dus ik kom je helpen. Serieus, waarom raak ik die gasten niet? Jullie hebben het zelf gezien, toch? Goed, I got this guy. Got that sunshine in my pocket. Whoa. Yo, help dude. Ik kan dit niet langer alleen. Ik ga vluchten. Ik heb geen keuze meer. Er zit ook nog iemand. Als ik hiermee doorga dan... Oh mijn god, ik heb er echt bijna... Bro, kom naar mij. Ja, ik ben je aan het helpen. Probeer die fights te negeren, ja. Oh mijn god, ik heb eentje knocked. Ja, heel goed van je, maar er zitten nog veel meer daar. Ik heb nog eentje nog. En ik heb geen building match. Dus nu kan ik ook niks meer. En ik heb bijna nog eentje nog. Yo, ik maak er hier eentje af. Eén kill. Dan kan die in ieder geval niet meer gerevived worden. Ja, of ze moeten hem rebooten. Dat zou eventueel nog wel kunnen, maar... Nu weet ik al de reacties onder deze video. Yo, Lucas die lost alles op en jij wil een watje. Ja, maar daarom speel ik ook altijd met Lucas. Ja, toch? Boom! Oké, let's go. Ik heb nog een guy. Wil jij toevallig een mooie groene sniper? Ja, die wil ik wel. Wat? Waar is deze guy? Oh, ik heb het overzicht niet meer. Ik moet even met deze bandaken bazooka gaan healen. Ja, ik heb geen healing meer. Ah, jammer, ik ben knocked. Oh, maar deze guy is best wel weak. Kom helpen. Ik zweer het, dit kan jij easy. Is het er eentje? Ja, het is er eentje. Ja, ik ben dood. Fijn, kan hij me nog net op het laatste beetje HP dat ik heb? Echt 3, 2 of 1? Kan die mij nog gewoon... Pak me reboot card. Er zijn er 2. Oh, echt? Nee, weet niet. Alleen wil je mijn reboot card wel pakken, want die blijft daar niet voor eeuwig liggen. Nee, dat weet ik, maar die gast blijft daar wel voor eeuwig. Dat lijkt me nogal sterk, want net als mijn koffie van vanmorgen. Die was ook sterk. God! Gaat hij zich dan mee bemoeien? Oh ja, wacht, dat is goed, want hij gaat zich met hem bemoeien. Hoop ik. Pak gewoon mijn reboot card en vlucht dan. Ja, dat gaat niet. Dan moet je gewoon vluchten. Je moet gewoon vluchten. Wacht. Dit lukt jou, 100%. Ik zeg wel wanneer je nog 40 seconden hebt. Nu heb je nog 40 seconden. Oké, let's go.
Oh mijn god! Wow! Boom. Wow, lekker! Je had hem 136 hit. Goed, collect mijn reboot. Ja, collect die eerste sniper. Ah, van boven! Wat een naar ventje. Of meisje. Weet je natuurlijk niet. Nee! Klojo. Weet je wat wel grappig was? Precies op het moment dat jij schoot, ging je dood. Ja, maar dat noem je klojo's. Ja, maar dat is gewoon pijnlijk. Sorry. Nou, dames en heren, we zien jullie weer als we in de battlebus zitten. Oké, dames en heren, daar zijn we dan weer. Hier in Fortnite nog steeds. En waar gaan we heen? Misty Meadows is prima. Misty Meadows. Dit is trouwens ook ons laatste potje, want ja, dan hebben we 3 potjes gedaan. En 3 maal is, Lucas? Bootvaart. Bootvaart. Serieus? Ja. Scheepsrecht, dat wilde ik zeggen. Ja, weet ik. Goed, we gaan naar Misty. Nou, maar dan gaan we sowieso de mist in. Lucas. Ja? In Misty gaan we toch sowieso de mist in? Nee. Wat een flauwe woordgrap, maar dat maakt niet uit. Let's go with the flow. Je hebt deze toren, daar zit iets van 2 of 3 kisten in. En er landt nooit iemand. Ja, en ik heb hier een huisje. Geen idee wat ik ermee kan, maar ik ga er wat mee doen. Misschien ga ik erin wonen, dat weet ik nog niet. Ja, ik ga perfect landen voor dit. God, er landt weer iemand bij me. Maar goed, ik ga hem gewoon helemaal. Nee, het is een houten huis. Ik vind houten huizen niet, helemaal niet zo mooi eigenlijk. Wel huizen met rieten daken, die zijn wel mooi, maar brandveilig. Ah no, man. Ik bedoel, ja, rieten daken zullen toch net wat sneller in de brand vliegen dan. Kakzooi. Even checken hoe laat het was. Dat is het handige aan een telefoon naast je te hebben. Goed. Wat wel handig is, is als je een structure onder een kist weghakt, dat je dan alsnog gewoon een materials krijgt. Ik ben dood. Oké, door guys of door falling damage? Totdat ik mezelf heb opgeblazen. Dus als je hier omhoog zou kunnen komen, en dan ben je... Echt, wij zijn net buurman en buurman af en toe. Het slaat ook weer nergens op dit, hè. Kun je me redden? Ja, ik kom je wel weer redden. Ik heb nog 50 HP. Yo, maar ik moet hier deze guy 50. In de gaten houden, want die wil gaat... Ja, maar dat maakt niet uit. Gewoon gaan. Gewoon gaan, gewoon YOLO, weet je wel. Ja, je moet hier wel even een stukje omhoog, dus dat is wel een probleempje. Voor mij is het gewoon... Maar... Oké. Gewoon gaan, gewoon gaan. We praten er niet meer over. Ja, we doen nog 1 potje, want dit potje was wel erg kort. Laten we dat doen. Dames en heren, tot zo. Yo, dames en heren, daar zijn we weer. Lucas en ik hebben weer even lol gehad, dus het komt nu weer helemaal goed. En we gaan alweer naar Misty Meadows, dus we gaan alweer de mist in. Yes, we like that. Goed, we hebben de busdriver getankt. Lucas, heb jij de busdriver getankt? Oh, ja, nu wel. Ah, oké. Als het goed is, zien jullie dat onder in beeld staan. Nu ga ik wel op tijd springen en niet te laat. Ja, misschien is dat wel een goed idee. Hoest, hoest. Waar sloeg dat op? Oké, dit keer gaan we beide in de toren landen, ja? Op de tafel. Ja? Nee, dit keer gaan we... Oh, beide op de toren landen. Ja, je moet hier tegen de dak gaan vliegen. Ja, ja, ja. Ik heb hem. I got him. Ik weet hoe we rollen. Yo, mag ik die golden chest dan? Kun je... Nah, ik heb alleen maar... Ja, dan de volgende. Ik wil dit. Nah, jammer. Ik wilde hem van je jatten. En dit. Gast, hoe moet ik hier ooit naar boven zijn gegaan? Gewoon, weet ik veel. Dan mag je zelf uitzoeken. Jij mag dat. Wacht, we gaan hier wachten. Ja, dag. Ik ga geen vis zijn. Ja, dat kunnen we dus beter niet doen, hè. Hier wachten. Jawel, want als ze hier naar binnen komen, dan schieten ze helemaal op rood. Ja, maar dan... hier kunnen we ze niet... Ze zitten achter krijgen. Ons. Luister, ze horen mij toch niet? Echt wel, dat weet je niet. Misschien hebben ze van die gekke afluisterprogramma's. Ja, tuurlijk. Hij komt. We moeten springen, zodat hij van die voetstapjes hoort. Ja, oké, hij komt. Hij komt.
De lieve goede Sint. Ik ga mijn naar boven. Beste vriend, uw beste vriend, de vriend van ieder kind. Ik wil die vest mijn hartje klopt. Mijn Kijk, hartje ik heb klopt op. Zo. Snel of blij, I don't know. Wat brengt hij jou? Wat brengt hij mij? Wat brengt hij jou en mij? Kijk, het is pas het begin van 2020, maar, dames en heren... Oh ja, gelukkig 2020 trouwens, ik was het helemaal vergeten. I'm so sorry, ik wens iedereen een gelukkig, voorspoedig nieuwjaar met allemaal geluk en veel... Laten we ze pakken, goede let's go! ...gezondheid, dat wens ik jullie, oké? Okay? Maar goed, dit is in ieder geval de eerste video in 2020, maar we moeten we natuurlijk al niet... wel alvast gaan oefenen voor Sinterklaas, hè? Anders komt Sinterklaas straks helemaal vanuit ik Spanje. Heb en dan kunnen wij niet eens mooi zingen. Oké, okay, maar nu moeten we even Fortnite gaan doen. Sorry Sinterklaas, we gaan ons later weer voorbereiden. Ik heb eentje killed. Yo, maar laten we eerst even wat building mats verzamelen, nu we toch slechte wapens hebben. Ik heb 2 knocked. Ik heb eentje killed, 2 knocked. Yo. Ik ben echt goed hierin, hè. Ah. Ja, maar jij bent pro, dat weet iedereen. Ja, dat weet je. Even kijken, in totaal hebben... Oké, okay. Er staat volgens mij bij mijn teamkills dat we er nog steeds 0 hebben. Kan dat kloppen? Dat zou een eventuele mogelijkheid kunnen zijn, maar hier zit nog een gast en ik heb geen ammo meer. Got him. Yes, hebt en daarom ben ik er, als backup. Voor als Lucas zoals gewoonlijk helemaal de fout in gaat. Ja, maar dat is toch gewoon zo? Wat ja, de fuck is dat? Ja, maar daar moet je ook aan wennen, hè? Ja, ja. I mean, dat is gewoon normaal. Heb jij 100 ja, ja. HP? Ja. Okay. Ik heb een medkit. Ja, ik bandages. Goed, laten goed we deze... Zo. Hier zijn nog meer bandages, alsjeblieft. Je mag ja, zal hebben. Ik die bandages stacken, want ik ben de healer, hè? Ja, is goed. Ik stack medkit. Hier liggen nog meer bandages. Oh, nog meer. Als we er straks 15 hebben, want je weet natuurlijk nooit hoeveel dat er zijn, dan zou dat wel chill zijn. Dus ja... Goed, 15 bandages heb ik, dus als jij er nog een paar medkits kan stacken, dan zou dat very chill zijn. Ik heb er 1 medkit. Als je nog ergens een medkit hebt, zou dat heel fijn zijn. Een tacticale shotgun. Nee. Ja. Een grenade. Oh, yes, kogels. Een die grenade, zonder genade. Oh nee, maar dat moet je niet doen, daar ga je echt fout mee in. Ik spreek uit ervaring. Ja, tuurlijk, uit één keer jezelf opblazen. Ik spreek ook over mijn ervaring met mijn gebroken pols. Dat weten we op YouTube ook nog goed. Ja jongens, dat deed pijn. Achter de schermen. Achter de schermen. Ja, is toch zo? Want ik ging achter oh, nee, mijn beeldscherm. Want ik ging achter mijn beeldscherm staan en toen deed het pijn. Dus achter de schermen. Nee. Zo werkt dat, hè? Oh, waar ben hey, je nou? Mens, ik werd beschiet door een raampje heen. Was ik ben inderdaad een mens en je werd inderdaad beschiet. Oh, die kogels komen wel heel dichtbij. Bro, ik kom naar jou toe. Bro, waar zit die gozer? Kom, we gaan hem samen. Ik heb hem. Nee, ik oh, had ja, hem. Oh, jij hebt hem. Haha! Ja... Dit vind ik... Nou, maar dit vind ik dan weer niet leuk, hè? Ja, maar oeh, deze wil ik. Jij vindt zoveel niet leuk. Oh, die wou ik eigenlijk. Ja, maar daarom pakte ik hem ook eerder. Ja, maar dat vind ik ook dan niet leuk. Ja, maar er zijn Doei. Zoveel dingen niet leuk in het leven. Weet je, af en toe moet je gewoon genieten en gelukkig zijn. Weet je, dat is leuk. Goed. Cool. Hey, hier ligt nog een medkit. Kan je er nog meer stekken? Ja, nog eentje geloof ik. Oh, dan moet je die maar meenemen. Hoeveel, medkits kun je eigenlijk in totaal stekken? Volgens mij 3, maar weet ik niet zeker. Oké, okay, hier ligt nog een sniper. Ik heb ook nog... Oeh, die wil ik wel. Een sniper. Ik heb ook nog 6. Wil jij dan nog een sniper? Ja, die wil ik. En waar is die medkit? En waar ligt die medkit die ligt helemaal daar. En de sniper die heb ik bij me. Maar die kan ik nu aan jou geven. Heb een momentje. Ja, is goed. Als ik dan even... Dan wil ik wel mijn vishengel terug, zo. Oh ja, maar die ligt in dat gebouw. Of... Nee, de vishengel die had ik daar neergelegd. Misschien kun jij die minis beter meenemen. Misschien kunnen we beter terugschieten. Wow, zijn er 2. Calm down me. Oh, waar zit die andere gozer? Ah, oh, die andere gozer gaat vluchten. Ja, maar dat is niet de bedoeling. Heb je hem? Ja, tuurlijk heb ik hem. Kan ik die medkit nog meenemen? Nee.
Nee, want... Misschien kun jij beter... Oh, ik heb er ook meteen 3. Heb jij er ook 3? Ja, dan hebben we 6 medkits. Oké, dan hebben we er in totaal 6. Oh, hier loopt die! Plus 15 bandages. Oké, ik kom eraan. Lekker. What the fuck? Hij schoot niet. We got him. Je hebt gescholden. Oh, what the bleep. Oké, nou dat bedoelde hij eigenlijk, oké? Ja, dat bedoelde ik. 1 keer what the fuck is het niet erg, maar... Ja, maar nu is het 2 keer, dus dat kan niet. Oh, oké. Nee, want 3 maal is pas scheepsrecht, hè? Scheepsvaart. Oké, gewoon niet schelden, jongens. Dat is de les van vandaag. Oké, laten we even rennen voor de storm. Oh, ja, maar wacht, je zit nog een... Waarom denk je dat ik dat vraag? Voor de lol? Wat is dit? Ja. Oké. Geen idee, we moeten rennen voor de storm. Ja, daar ben ik volledig met je eens. Run, 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 gotta run. Oh, oeps. Hurry, 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 last click, click, click. Ik weet niet eens of ik die tekst goed zing, jongens. Oh, je bent al helemaal daar. Hoe kom je zo snel daar? Rennen. Oh, je komt gewoon daarheen. Maar goed. Hey, laten we meteen naar de volgende cirkel gaan. Als deze cirkel weer komt, dan hebben wij problemen. Ligt hier ergens nog een boot? Een boot? Een bootje, ja, hier ligt nog een bootje. Kom je? Ja. Ik kom eraan. Ik hoop niet dat we op de boot worden neergeschoten, maar... Ja, maar laten we gewoon hopen van niet, weet je. Oké, hoe moest je ook alweer boosten? Geen idee. Shift of control? Of zo, op spatie. Shift? Ja, shift is het. Ja. Je moet door die dingen heen gaan. Gewoon door zo'n gat heen. Ja, ik weet het. En dan shiften. En nu shift. Oké, okay, let's go. Nu zijn we in de cirkel, ja? We kunnen hier nog net varen. Yo, dat witte pijltje boven je glitcht een beetje. Nou, ja, maar dat is omdat we zo hard gaan. Ja, we zijn ultra snel, jongen. Oh, wacht, hier moet je even uitstappen. Hier kun je hulp krijgen. Kijk, doe dit, kijk. Let op, kom maar met me mee. Ja. Yeah. Niemand ziet je, hij krijgt gewoon... HP. Oh, nice. Je moet crouchen. Echt? Kijk, niemand die je ziet. En je krijgt gratis HP. Dat is op zich wel chill. Maar ik word hier wel een beetje... ja... Het is nat hier. Oh, je krijgt er ook nog shield van, joh. Ja, shield en HP. Dus ik ben 100-100. Dus je krijgt gewoon 100-100 eigenlijk. Maar je moet in het water eigenlijk even zo hier uit het water gaan. Nou, dan ga ik hier ook even opladen als je niet... Nee, maar als je nou hier in het water springt, volgens mij krijg je dan meer als je uit het water uitgaat. Oh mijn god, er loopt iemand achter ons. Boom, 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 boom. Not any problem! Daar is nog iemand. Oh, frunkerde. Ik heb hem 1 keer gehit. Ik dacht dat je hem had. Nee, ik heb hem 1 keer gehit. Ik heb hem. Heel iets anders. Ja, dat weet ik ook wel. Let's go. Nu kan ik eindelijk eventjes rustig gaan. Oké, okay, nou moet je wel weer even healen. Zonder dat het ons healing kost. Oh mijn god, daar loopt nog een mens. En een lama. Maakt niet uit, ga gewoon healen. Ja, daar ben ik al mee bezig, mens. Ik heb bijna 100-100 en 2 spectators. I'm very happy with it. Oh nee, dat was volgens mij een vis of zo. Ik heb geen idee, maar goed. Ja, er is iets en er is een lama. Er is daar een lama en die wil ik eigenlijk wel openen. Nou, dan doen we dat wel samen, want ik denk dat meerdere mensen die willen openen, als je begrijpt wat ik bedoel. Goed, ik heb 100-100, jij? Nee, ik nog niet. Oké, dan wacht ik wel even op jou, ja? Ja, maar dit gaat best wel langzaam. Ik reload mijn wapens. Ja, dat maakt niet uit. Het kost ons geen healing. En dat is eigenlijk wel een beetje waar het om draait. Zo. Geweldig. Nou, ik heb 999 hout ook gelijk. Even kijken, hier ligt nog een medkit. Kan ik die nog meenemen? Oké, okay, dan ruil je die gewoon om mij. Dus het heeft geen zin. Oké. Okay.
Even denken, wat is daar? Ja, hout kan ik niet meer gebruiken. Nog 30 heb ik nog nodig. En dan, ja, als je dat gewoon even snel hield, dan... maar wel met die waterval, dan komt het goed. Hey, er zijn 13 mensen over. Alleen ik denk niet dat we die endfights gaan winnen, man. Heb jij genoeg bouwmaterials? Ja. Hoeveel heb je er? 715, 627 en 823. Ja, oké, 32, dat zijn er zat. Heb je in je wapens zat kogels? Oh, een R. Zie ik niet. Nee, dat is een challenge. Dan moet je eerst meer challenges hebben voltooid en dan kun je die zien. Maar die zit daar dus. Yes, nu ben ik tier 168. Ik denk eerst even, je bent tier 100. Nee, we zijn tier 168. Ja, toch? Ja. Oh mijn god, hier staan gewoon... Oh, hier staan ook gewoon paddenstoelen die je kan innemen voor heal. Health. Is het volgens mij, toch? Geen idee. Ik zeg heal. Wat jij wilt. Zijn er dan zijn... Ja, deze kun je ook openhakken en dan krijg je ook heal. Ja. De slurpy swamp is echt super cool. Ja, daar heb je toch ook vrachtwagens van? Ja, er loopt hier iemand. Waar? Geen idee, maar ik zag voetstapjes. En je kunt ook hier in deze tonnen en daar krijg je ook heel van. Ja, hier boven ons. Volgens mij. Ja, hij komt hier. Ja, de cirkel past al binnen de minimap, dus... Laten we even naar buiten gaan, dan kunnen we beter het overzicht bewaren. Ja, maar hij loopt beter hier ergens, waar ben je? Beter dan hier binnen. Ja, ik ben naast je. Naast je. Zullen we gewoon erheen lopen? Daar loopt hij. Zullen we hem pakken? We kunnen hem pakken, ja, let's go. Oké, maar dan wel samen. Oké. Waar is hij nou? Ja, hij is daar. Ik heb 90 hit. Oh, dat is... Het is een bouwer. Ik vind bouwers echt niet leuk. No, me too. What the fuck? Heeft hij al gehit? Nee. Nog niet. En hoeveel had jij hem gehit? 90? Ja. Ja, nou gaat hij healen natuurlijk. Of niet? Oké, ja. Schieten. En dan maak ik een bam. Oh shit, hij heeft een trap erin. Oh, kak. Onze trapbuilder. Kijk uit dat hij ons hier inbouwt. Oh shit, hij zit boven. Ja. En hij heeft me. Oh, Frank, ik ben bijna dood! Oh shit. Ben je low? Nee, maar ik mijn weer. Yo, look out. Wow, ik ben knocked. Ik dacht even dat jij knocked was. Ja, hij gaat mij afmaken, bro. Zit die boze? Nee, vierde! Jammer, we zijn vierde geëindigd. Ik wil wel even zien hoe dit afloopt. Ja, oké, okay, laten we daar nog even kijken. Laten we daar nog klik even, kijken. Dan moet je op continue en dan spaktaten. Dan kun je precies zien, oh mijn god, maar kijk ook even zijn wapens. Continue. Hij was 19 spectate. HP. Spectate. Hij had 19 HP, ik had hem met één shot af kunnen hebben. Met één shot, dan hadden we kunnen healen. En dan waren we naar de endfights kunnen gaan. Had gekund. Ja, had allemaal gekund, hè. Net op het randje. Net. Oh, maar hij is wel echt een goede mens. Ja, hij kan het wel. Denk je dat hij in een duo zit? Volgens mij niet, toch? Nee, hij is solo. Ja, dat dacht ik al. Maar ja, als jij niet dood ging, dan hadden we hem gehad. Oh, ja, tuurlijk. Dit moest ergens wel mijn fout zijn. Ja. What the fuck? Tuurlijk. Oh.
Kijk hem, hij kijkt, kijk, kijk. Hij weet dat er mensen met hem meekijken en dan gaat hij zijn building skills laten zien. Ja, hij kan zien dat hij minimaal 2 spectators heeft. Oh, er zijn nog 2 andere mensen. Oh, daar loopt 1 mens. Dit wordt echt waarschijnlijk gewoon 1 epic endfight. Echt die mens niet zien lopen. Oh, sukkel. Zo getuigd van achter. Daar loopt hij. Het is een kerstman. Het is de kerstman. What the fuck? Je schot weer. Zo'n... Oh, wat een bleep. Ja, wat een bleep. Dat is eigenlijk wat we bedoelen. Ja. Dat is hoe het moet. Dan moeten mensen het goed aanleren. Ja, precies. Oh mijn god. Oh, daar is de laatste. Ja, hij gaat de heel misschien winnen. Nou, ik weet niet hoe goed die andere gast is. Ik hoop, heel stiekem hoop ik voor hem dat hij dit gewoon verliest. Maar waarschijnlijk gaat hij dit winnen. Ja, hij wint dit. Dat weet ik gewoon. Nee, hij bouwt zichzelf in. Of nee, toch niet. Kijken nog. Daar loopt hij. Schiet hem neer! Schieten! Niet bouwen! What the fuck? Wat een bliep! Ja, ik wou net zeggen. Oepsie. Ah, hij heeft een shield, jammer. Dat is wel echt niet leuk. Deze guy wint het, denk ik, sowieso. Ja, ik denk het ook. Als deze guy dit verliest, dan... Dan vind ik dat heel cool. Ja. Oh, dit wordt spannend. Oh nee. Oh, ik zeg oh nee. Nee. Oh, ja. Oh, hij wordt ingeboeld met traps of is hij of plaatst hij die traps zelf? Hij plaatst die traps zelf. Oké, okay, ja, dat zag ik even. Denk ik. Zo. Kijk hem bouwen. Hij is wel echt. Ja. Boom. Hij is het gewend. Kijk, hij gaat zijn building skills laten zien. 26 HP. Wij zijn volgens mij het allereerst gekomen bij hem, hè? Ja. Dus wij hadden hem nog kunnen defeaten. Dus dit was eigenlijk 50-50. Zo'n potje, weet je wel. Ja. Maar goed, dames en heren, het is toch een leuke video geworden. Nou, als je deze video leuk vond, like het dan. Als mijn kanaal je leuk lijkt, abonneer dan hieronder. Laat een reactie achter. Of doe wat jou leuk lijkt. En ja, Lucas, wil jij nog iets zeggen tegen de kijkers? Doei! Oh, oké, okay, doei. Nou, oké. Okay. Dames en heren, dan zien ja, misschien niet Lucas, maar dan zie ik jullie in ieder geval weer in mijn volgende video. Jongens, laters!